Nederland kampt met een bevolkingsexplosie, zo mogen we het wel noemen. Veroorzaakt door een massa-immigratie. 50.000 inwoners erbij in het eerste kwartaal van 2022. De verwachting is dat er dit jaar 160.000 tot 180.000 mensen in Nederland erbij komen. Recordaantallen zijn dat. Ja, daar gaat ook het onderwijs mee te maken krijgen. Kan het toch al wankelen Nederlandse onderwijs dat aan? Je zult als samenleving voor de leerlingen, voor de kinderen die daarvoor in aanmerking komen, onderwijs moeten aanbieden. En afhankelijk van de herkomst zal dan een nodige extra investering moeten zijn. Maar dat is natuurlijk een groot probleem als je al met een enorm lerarentekort zit. Ja. Maar ja, goed, dat is dan ook het resultaat van een aantal jaren beleid. Ik herinner me nog dat een jaar of 5, 6 geleden was er een overschot aan jonge, afgestudeerde PABO-mensen. Mm-hmm. Toen is vanuit de Kamer erop aangedrongen van hou die vast, want je ziet aankomen dat over een jaar of 4, 3, 4, dat er een tekort ontstaat. En daar is toen niks aan gedaan. Geen beleid opgezet. Ja, die mensen zijn allemaal ergens anders gaan werken. En die komen nu niet spontaan richting het onderwijs. Zeker niet als de conjunctuur het goed doet. Nee. Dus het is ook een soort boemerang die de overheid zelf terugkrijgt. Mm-hmm. Als gevolg van verkeerd beleid. Beleidskeuzes die in het verleden zijn gemaakt.